Nou, wij zijn hier in 1971 gekomen op dit bedrijf. Toen is mijn vader hier, heb dit bedrijf toen gekregen. En ja, wij kwamen van het oude land en daar was die akkerbouwer, fruitteler en een aantal koeien. Nou, mijn vader sprak fruitteelt het meest aan, ja, mij sprak koeien het meest aan. Dus toen hebben we geprobeerd om een bedrijf hier in Lelystad te bemachtigen en dat is ons gelukt. Maar dat is dan een veehouderijbedrijf geworden, omdat ik eigenlijk meer veehouder was als akkerbouwer of fruitteler. Dus dat heeft mijn vader voor mij gedaan. Nou, en ja, ik zag deze overgang naar overschakeling nu van koeien naar akkerbouw, zag ik eigenlijk net zo als mijn vader het voor mij deed. Nou, heb ik het nou weer voor mijn zoon gedaan. Nou, we hebben hier 40 jaar koeien gemolken met heel veel plezier. En ja, we hadden een hele goede veestapel, ja, exterieur waren hoge veestapel. Ja, doordat we altijd bij de koeien nogal nauwkeurig werkten, denk ik dat we nou bij de akkerbouw ook nauwkeurig zullen werken en proberen het beste van te maken. We zitten nu dit jaar voor het eerst in de VOF, voor die tijd had ik een maatschap samen met mijn vrouw. Nou doen we dus met z'n drieën een VOF. En ja, ik hoop toch met een jaar of vijf dan toch te kunnen zeggen van, nou, nu moet je je eigen maar redden. Mooie kans, dat ik die kans kan krijgen en zie ook niet overal dat dat gebeurt, dat zomaar iemand overschakelt van veehouderij naar de akkerbouw. Het eerste jaar hebben we dus bijna al het land verhuurd. We hadden het melkquotum verkocht en bietenquotum weer teruggekocht. Dus bieten hebben we wel gelijk het eerste jaar zelf verbouwd, maar zoals aardappelen en uienland hebben we verhuurd aan een collega akkerbouwer, omdat we zelf nog geen opslag hadden om producten in op te slaan. En dan denk je van, ja, wat doen we? Gaan we in onze bestaande schuur gaan we daarmee verder of gaan we een nieuwe schuur bouwen? Nou, dan hebben we nu een nieuwe schuur voor gebouwd. Ja, we hadden zelf wel iets een idee van, nou, wat grootte betreft en de capaciteit wat opgeslagen moest kunnen worden. Ja, niet hoe en wat voor vorm en wat voor opzet. Dus we zijn met de aannemer in de auto gestapt en een aantal bedrijven bekeken en toen sprak dit ons eigenlijk het meest aan, deze opzet. Ja, dat je eigenlijk twee schuren hebt aan elkaar. Eén schuur is helemaal voor producten en de andere schuur hebben we zeg maar helemaal voor opslag van de machines enzovoort. En dat is toch eigenlijk wel een kenmerk dat je altijd binnen kan uitschuren en inschuren. De hele ruimte kan je benutten. Het enige nadeel is als je een keer gaat afleveren van de producten, ja, dan zou je even ruimte moeten maken als er een machine in de weg staat. We hebben vier cellen. Er zijn twee cellen die helemaal geschikt zijn voor uien voor 2x 350 ton. Dan is er één cel die geschikt is voor aardappels en uien. Die staat nu nog leeg. Daar hebben we nu nog geen product voor. En er kan nog een cel 500 ton aardappels in. We hebben 42 hectare land. En op een 1 op 6 bouwplan. Het is dus 42 hectare groot wat John al aangegeven heeft. Dat is aan de kleine kant. Hier in deze regio land bijhuren, ja, dat is toch iets moeilijker. Doordat iedereen wil graag land bijhuren. Land kopen, ja, dan moet je buurman te koop komen. Nou, dan betaal je ook heel veel. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om ook een tak paardenhouwerij bedrijfsmatig erbij op te zetten. En daar proberen we dus ook ja, ook een boterhammetje mee te verdienen. Dus door die 42 hectare die aan de kleine kant is, hebben we dat er dan bij als nevenactiviteit. Nou, zolang als de producten nu in de schuur liggen, dan ja, krijgen we hele goede begeleiding van het bedrijf waar dus de bewaringtechniek voor gekozen is. Want ja, wij kunnen, hebben de ervaring er nog niet mee. De meeste akkerbouwers die zijn erin opgegroeid. Maar ja, het is voor ons allemaal in één keer, ja, alles is nieuw. Zowel de bewaartechniek als de opslag. Ja, je moet toch de juiste temperatuur, de juiste luchtvochtigheid. Het zijn allemaal dingen die je toch door doen moet leren. We hebben in onze twee aardappelcellen ook gekozen voor continue CO2-afzuiging. 24 uur per dag, behalve als de ventilatoren aanstaan om de aardappels te ventileren. En hebben we condensventilatoren boven de aardappels hangen voordat je weinig condens krijgt op je spanten. De schuren tegenwoordig zijn allemaal zo dicht gemaakt dat er een beetje te weinig beluchting bij kan komen. Vandaar die CO2 afzuiginginstallatie. En dat is eigenlijk iets nieuws
waar wij ook gelijk mee zijn begonnen. De bakkwaliteit wordt beter door de CO2-afzuiging. Zoals nu is, ben ik al een dik tevreden. Kijk, je wil in de toekomst wel wat meer land erbij huren of dat je iets groter kan worden. Maar voor de rest ben je nu al een dik tevreden.